Goedemorgen weer. Ik heb net een filmpje opgenomen met mijn favoriete huidproducten, huidverzorgingsproducten van het afgelopen kwartaal. En dat ga ik nu ook doen voor mijn make-up producten. Ik heb inmiddels mijn bril opgezet, want ik dacht van, dan zie ik even anders uit. En dit is dus een nieuwe bril. Ik heb hem al een tijdje, maar ik draag hem niet zo heel erg vaak. En nou goed, ik dacht ik doe hem nu een keertje op. Hebben jullie hem ook gezien? Wat ik wil laten zien, mijn make-up producten die ik echt heel vaak heb gebruikt de afgelopen maanden. Eigenlijk mijn favorieten. Dan begin ik met mijn foundations. Ik heb altijd de neiging om foundations te mengen. Vaak is dat ook omdat de kleur niet altijd perfect is. En ja, dan combineer ik twee kleuren. En niet alleen twee kleuren, maar ook wel eens twee merken. En de laatste tijd is dat eigenlijk de foundation van Yves Saint Laurent, de Tinted Radiance. En die combineer ik dan met de La Mer foundation. Nou, heel fijn. Samen maak ik ze echt mijn perfecte kleur. De La Mer foundation is ietsje... ja, donkerder. Zeg maar net iets te donker voor mijn huid momenteel. En deze is net weer iets te licht, dus ik combineer ze samen tot de perfecte kleur. Nou, de finish is een beetje hetzelfde. De Tinted Radiance is trouwens iets dekkender dan de La Mer. En samen geven ze een mooi resultaat, vind ik. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Lastig is ook, ja, mijn allerfavorietste, meest favoriete product van Bobbi Brown is de Creamy Concealer. Die kennen jullie vast. Die hebben jullie misschien al eens voorbij zien komen. En het is echt de beste foundation concealer die er is. Dus mocht je er eentje zoeken, dan moet je ze zeker eens bij Bobbi Brown gaan kijken. Ik heb een redelijke nieuwe nog weer. En er zijn momenteel ook nieuwe verpakkingen van deze concealers. Dus in de winkel zien ze er net even iets anders uit. De komende, vanaf nu. Nou, ander must-have product. Heel mooi is dit. Van Guerlain, de blush G van de serie Noir. En die ligt al een tijdje in de winkel. Is echt waanzinnig mooi. Heel mooi. Het is een combinatie van koraal, roze en perzik. Nee, ik heb hem nu ook op. Je ziet hem niet zo heel erg goed. Ik heb hem niet zo heel dik aangezet. Want ik had het wilde een beetje bescheiden houden. Maar het is echt een geweldige, mooie blush. Echt een must-have eigenlijk voor de fans. Die ook... niet gaan lopen gooien. Mascara is natuurlijk ook altijd een moeilijk punt. Maar ik heb eigenlijk wel een aantal mascara's gevonden die echt heel, ja, waar ik echt heel erg blij mee ben. Dat is deze combinatie. En deze combinatie is een combinatie van de Chanel mascara basis. Dat is de Beauté de Seals, de mascara basis. En dat is dus een witte mascara basis in zo'n borsteltje met van die hele kleine korte stekeltjes. En hij droogt transparant op. Dus als je hem op hebt gedaan, dan is hij daarna niet meer wit, maar gewoon transparant. En hij zorgt echt voor mooie, langere wimpers. En ook voor net wat meer volume als je wimpers wat dunner zijn. En die combinatie met de, even kijken, met de Sublime de Chanel mascara. Dat is dus een nieuwe mascara van Chanel. Is eigenlijk een hele fijne. En dit is dan de nieuwe mascara van Chanel, de Sublime. Die zorgt in ieder geval voor dat je wimpers goed in model blijven. Zeker als je die combineert met een wimperkrultang. Zoals deze. Dit is mijn wimperkrultang. Is van MAC. En als je hem daarmee combineert. Dus je doet eerst de wimperkrultang. Daarna de basis. En daarna de mascara. Dan blijven je wimpers echt hartstikke goed zitten. Goed in krul, zeg maar. En qua lengte houden ze ook prima stand. Dus het is zeker een aanrader. Nou, maar mijn meest favoriete mascara van dit moment is echter deze. Dat is de NARS. En die is de Larger Than Life Volumizing Mascara. Het probleem is alleen dat die moeilijk te krijgen is. Natuurlijk niet in Nederland. Sowieso niet in Nederland. En online valt het ook niet mee. Want HQ Hair, dat is een hele leuke webshop, die is er niet meer. Tenminste, die verkopen momenteel geen NARS meer. Dat komt wel weer. En bij ASOS.com kun je ook geen NARS meer bestellen. Dus al met al is het een beetje een zoektocht. En is eBay of een Amerikaanse webshop eigenlijk je beste vriend. Maar hij is echt geweldig. Ik kan niet beschrijven hoe goed hij is, maar hij is echt fantastisch. Ander favoriet product is de laatste tijd... een eyeliner. En dit is dan de eyeliner stift van de MAC Wonder Woman collectie. En dat is een, je zou bijna kunnen zeggen, viltstift. En het geeft een hele mooie, lekkere, dikke eyeliner streep. Ik moet zeggen, hij is gewoon heel fijn. Er is altijd al een penultimate eyeliner
van MAC. Alleen die is wat smaller en wat dunner, zeg maar, van uiteinde. Dus dan krijg je een fijne streepje. Maar lekker deze dikke, die is ook gewoon heel goed. Dus hou je van een lekkere, opvallende eyeliner, dan zou je deze ook eens kunnen proberen. Dus wel echt ook een aanrader. En hij ligt als het goed is nog in de winkels. Dus dat is zeker even leuk om te proberen. Nou, dit kennen jullie misschien wel. Dat is de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Sorry, het is een beetje viezig. De Eyeshadow Primer Potion. En dit is een groot formaat. Die komt uit Amerika. Maar het goede nieuws is dat Urban Decay vanaf komende maand, nee, vanaf zeg maar mei, wordt Urban Decay ook in Nederland verkocht. En wel bij de Sephora. En de Sephora die kun je vinden in de V&D. En bij in Amsterdam, niet in Rotterdam en in Den Haag, in die filialen gaat het complete assortiment verkocht worden. En in de andere filialen wordt een deel van het assortiment verkocht. En dus ook deze geweldige Primer Potion. Weliswaar in een iets kleiner formaat dan dit, maar hij komt eraan. Nou, dit is mijn ultieme favoriet, dus die ben ik heel blij mee dat hij nu ook in Nederland te krijgen is. Een ander leuk product is de Kissable Lip Color van MAC. En ja, ik moet zeggen, ik vind hem echt super leuk. Ik gebruik ze best wel regelmatig. Dit is de Exhibitionist. Mooie koraalkleurtje, zeg maar. Lekker opvallend. Het is een mooie glans. En ja, de kleur die het geeft is ook best wel heftig. En die blijft goed zitten. Dus dat zijn de Kissable Lip Colors. Het is alleen zo dat ze niet meer te koop zijn, omdat ze tijdelijk te verkrijgen zijn. Wel jammer natuurlijk. Na de foundation die ik jullie net heb laten zien, poeder ik altijd een heel klein beetje af. Dat doe ik met een transparante poeder. En dan heb ik in dit geval de Translucent Powder van Laura Mercier. Die is dus zonder kleur. En dit is een setting powder eigenlijk. Een los poeder. En dat zit in zo'n verpakking. En ik gebruik het voor een grote poederkwast van MAC om net een beetje af te poederen. En dat werkt heel fijn met deze poeder. Wat hebben we dan nog meer? Ja, nog een lipproduct. De Rouge Coco van Chanel. En dan de Shine. Dat is een combinatie van eigenlijk lipgloss en lipstift. Een lekkere, zachte lipstift met een hele mooie glans. Ze voelt eigenlijk een beetje balsem achteraan. Dit is de kleur Boy. En de Boy is heel mooi. Die heb ik nu ook op. Mooi lichtroze, bescheiden wel, maar wel heel, heel erg mooi. En iets minder bescheiden is deze lipstift. Die is van Tom Ford en dat is de True Coral. En de True Coral is, nou ja, zoals ik zei, niet bepaald bescheiden, maar gewoon knalkoraal. Ik heb hem al gebruikt, heel voorzichtig, aan de achterkant zie je bijna niet. En ja, dat is echt geweldig. Ik ben gek op Tom Ford, mijn bril is ook van, dus hij is helemaal bijpassend. Maar hij is vooral gewoon heel mooi. Hij wordt dus niet in Nederland verkocht, maar wel in België. En dat, voor mij is dat wel een tripje België waard. Een ander leuk product is, een leuke nagellak die ik heel veel heb gedragen, is de Waking Up in Vegas van Deborah Lipman. Ook een merk wat nog niet in Nederland wordt verkocht. Dit is de nagellak die Lady Gaga op had bij een shoot van de voorpagina van de Vogue, volgens mij. Alweer een tijdje geleden. Dus de kleur die toen helemaal hot was. Waking Up in Vegas. En andere favoriet van de laatste tijd die ik best wel veel draag. En dat komt ook omdat ik wat donkergroen en cargo-achtige, camouflage-achtige kleurtjes draag. Is de Khaki Vert van Chanel. Nou, die is helemaal niet meer te koop, maar hij is wel heel mooi. Daarom wil ik hem even laten zien. Ander product wat wel echt onmisbaar is, twee producten eigenlijk die onmisbaar zijn. Dat is een goede topcoat voor je nagellak. En de CAT Speed Coat is echt heel erg prettig. En natuurlijk onder je nagel om ze mooi te houden gebruik je de Nail Repair van Trint. Want ja, dat is echt ons wondermiddel. En we kunnen het echt iedereen aanraden eigenlijk. Nou, ik heb jullie weer een heel verhaal verteld. Mijn favorieten laten zien. Laat weten wat jouw favorieten zijn van de afgelopen tijd. En als je het leuk vindt of als je vragen hebt, dan kun je ze gewoon stellen. Door een, door een comment hierachter te laten bijvoorbeeld. Of op Facebook iets te vragen. Of nou, kijk maar gewoon even. Je kunt ons vast wel vinden. Dankjewel voor het kijken. En tot snel weer. Hurry, hurry, hurry.